on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Yes, yes, yes! Yes, 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 met de King 77 en L, yeah! En dat komt trouwens voortaan alleen maar op mijn kanaal, hè, was het, hè? Ja, we hebben gewoon het beste kanaal gekozen, maar het moet. Nee, we doen gewoon op één kanaal, omdat het eigenlijk ons is om twee te doen. Ja. En heel vaak deden we series dat, bijvoorbeeld op mijn kanaal, maar we doen nou gewoon eentje op jou alleen maar. Ja, ja, ja. We moeten ook nog World of War afmaken, hè? Ja. Oh ja, die hebben we wel op jou. Twee afleveringen, dat moeten we even doen. Maar we gaan naar spelen. Paul, nog één ding omhoog trouwens. Ja. Vier sterren. Hij heeft vier sterretjes nu. En ik ben PSV Eindhoven, ja! Ja, je had Ajax moeten kiezen, Hufter. Ja. Nee, Ajax is echt puur aids. Niet even gereed drukken. Nee, ik ben van Ajax, maar nee, ze zijn, ik denk ook zelfs nu in FIFA, en terecht ook, pure hif. Welke wil jij? Ja, echt een Barcelona shirt, toch? Ja, nou moeten we echt verschil duidelijk zien. Neem ik wit gewoon, hè? Anders zie je het niet goed op hetzelfde. Oh ja, oké, okay, ja, oké. Okay, ja? Ja, ja. MS-12 ik heb Eindhoven. Vijf sterren. En als het goed is, dat CPU hulp. Ja, normaal. Aan, zeg maar, want ja, anders, ja. Wordt het kut. Helemaal gek, joh. Maar er staat er goed aan, 4-1, dus ja. Oké. MSV Eindhoven, ja! Ja, ik ben geen Remco Power, ik ben gewoon een normale Ajax-fan. Waldstadion. Waldstadion. Hij reed toch Philipsstadion? Ja, nou, ik weet het al. Misschien reclame, hè? Reclame. Ja, zou kunnen. Dus ja. PSV, Philips gaat al stoppen ermee, als ik daar kom. Ja, dat is wel leuk dat je natuurlijk gaat stoppen met je sponsor en je stadion heet... Nee, en je club heet Philips Sportvereniging. Wat dacht je daarvan? Dat moet je nooit doen. Nou. Ik ga toch ook niet in mijn kanaal veranderen in MSC 77NL? Ja, maar volgens mij was het ooit een keertje een club toch van de werknemers daar. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Arbeidersclub. PSV heet. Dat is wel wennen weer, hè? Ik heb gewoon helemaal niet gespeeld weer dit jaar. Nee, ik ook niet. Ja. Jezus, ik heb ook een career, die heb ik ook wel staan. Moet ik nog eventjes... Oei! Huh? Jezus, dat was gewoon slecht! Ja, maar hij glijdt uit. Zag je het niet? Hij glijdt uit. Dat is fucking... Hij liet de keeper precies tijd komen ook. Oh! Oh! Nee! Jongen, jongen. Ik heb er bijna doorheen, man. Ik doe echt Advanced Warfare. Ik heb ook kut. Advanced Warfare shirtje heb ik hem. Logisch, tijdens FIFA. Ik heb wel een vet Advanced Warfare shirtje erbij gekregen. Ja? Hè? Huh? Nee! 80 meter, hè? 80 meter, maakt helemaal niet uit. Spelers die zijn echt zo verleperd, die van PSV. Verleken bij Barcelona. We spelen natuurlijk altijd gewoon als we online spelen. Barcelona, Real Madrid, Bayern München. Ja, is dit zo'n stap naar achteren weer, hoor. Echt waar. Ja. Nee, maar wacht ook zo lang. Oh, nee! Oh. Nee! What the fuck? Messi. Nee, kom op nou. Goed geblokt, dat rondje, goed geblokt. Suarez. Aki. Hè? Oh. Go! Oh! Goed nee! Hey. Is geen eens een goal. Hij is legitiem. Hij is legitiem. Verfist kut schot ook. Zachtjes. Keeper moeten we ook hebben natuurlijk, maar ja, het al. Jij druk gewoon die bal, druk rondje. Hier, druk rondje. Hier, let op. Moet die hak. Moet die mensen keeper lekker zoet weer onder je af. Eet lul. Jezus, wie nou? Niesta. Redelijk speler. Maher. Zou ik wel weggaan trouwens bij PSV, denk ik. Nee joh, daar kan je heen dan. Nee? Niemand wie wil Maher nou hebben, dat heeft toch niks voor zin, hoor. Ze zijn kampioen geworden, oké, maar hij was heel anoniem. Hij was een pionnetje in het veld, maar ja, dat is... Hij is niet slecht, hij heeft gewoon dienend gespeeld. Ja, dat is geen Maher. Hij is de nummer 10 bij AZ, hij was de man altijd. Ja, dan is het oh, toch niet... Hé? Dat deed Maher. Ja, beslist een goede kans. Ja, wie denk je wie er allemaal weggaan bij PSV? Zo, kijk maar... Ja, dat is echt zo'n verschil! Oh! Maar het is zo'n verschil! Zag je me wegrennen? Holy shit! Ik denk dat niemand meer gaat er op, hè? Nee? Nee, ja, en hoe heet je, bij de handen, maar niemand wil hem hebben, geloof ik nog eens, ja. En hij is wel aardig overrated, hoor. Het is een leuke aanvoerder. Hij was ook aardig bij de FIFA-toernooi en shit, maar... Misschien bij Kot, bedoel, die shit. Misschien wil Feyenoord hem hebben. Ja. Nou, ze komen nu bij elkaar, PSV en mazzel. PSV komt in pot. En nu is echt voor het eerst de regels veranderd, hè? Ja? PSV wordt er aangeploegd. En dan is de kampioenen weer. Oh, oké. Okay. En dat hangt vanaf wie de Champions League wint dan. Wie maakt het af? Huh? Oei! Redelijke kans. Dat is een goed idee. Wat een smeerlap. Oh, jongens, wat is dit nou trouwens? Bal komt terug.
Die moet erin en die was verkeerd. Teruggelegd. Ik leg hem met de bal. Kijk. Rennen. Die is 50! Iniesta is bijna 50! Suarez. Uitstekend. Woe! Oh-oh. Nee, te scherp, paal! Even. Maar hij trekt de angel eruit. Uitstekend gedaan. Oh jee. Rakitic. Laat spel. Dit is het. Dan schiet hij. Ah! De paas was geen paas. Paas had even betere afwerking gezien. Jezus, mensen, dat is toch niks? Niks op goed komen. Wie is het goed moment? Waardoor hij eigen ruimte had om echt goed te schieten. De doelman leek. Kijk hem keeper! Stormt zijn doel uit en met succes. Te simpel. Zag ik gisteren al aankomen. Wow. Komt dan nu de voorzet. Suarez. Ja, dit kan toch niet? Barcelona is 1 meter. Nee. Laat nergens op. We hebben echt een kom wel gescoord dat wij online zijn. Ik weet het al. Ik kan gewoon niet in Barcelona. Geef een miljoenen voorzetten. Ja. Nooit winnen ze komt er wel. Ja, die twee man van mij daar. Maar je deed ook niks. En je keeper stond ook een beetje te rukken. Luis Suarez. Die jongen is ook zo traag als een marathon. Speelt trouwens ook in Engeland, hè? Ja. Het stadion is. De jong kan echt helemaal niks, hoor. Ik vind ook dat hij zo goed gedaan dit seizoen. Hij heeft 19 goals als spits. Dat is wel veel, toch? Redelijk. Nou, nee. Nee, ja, waar zit ja, de tijden dat echt... 60 punten gemaakt in seizoen, 60! Als eigenlijk een beetje zwerf onder rechts buiten. Nou, Pires, ja, dan denk ik, ja... Hoi! Ja, en nu? Kom aan daar! De Jong! Ik kraak hem af! Hij scoort! Ja, mag er ook wel in natuurlijk, maar... Sweetie boy! Sweetie! Ja, maar als je deze niet sweetie, dan ben je toch een... Ja, dan ben je... Dan schieten, ja, dan... Ja. Wat een blunder was het ook trouwens, hoor. Nou ja, je blokte hem ook, hè. Hij blokte hem. Oh, waarom krijg je dat balletje net niet mee? Oh-oh. Die is groot! Die je bent groot! Die moet erin! Het groot, jong! Nee! Oh-oh. Oh! Er zijn nog 10 minuten reguliere speeltijd over. Oh. Nu! Nee! Wat zie je heen? Daar kan ik natuurlijk niks aan doen, hè? Om er twee. Oh. De tweede helft echt helemaal weggespeeld. Ik jou. De partij van vandaag is afgelopen. Ik heb één loppie gehad, die kans. En ik heb gewoon echt kans op kans gehad aan het einde. Ah. Door de overwinning van vandaag hebben ze een toppositie flink ja. Gegeven. Ja, dit is een zeer belangrijke overwinning voor ze. Nou, 1 is geldpaal. Je mag wel volgende keer 5 sterren weer. Als je dan zo speelt, wordt het echt 8-0 voor mij. Nou. Nah. Het scheelt zoveel, joh. Echt waar. Ah. En vooral voorin. Je hebt gewoon Suarez, Messi en Neymar. Hè? Ik heb ja, een beetje klopt, pak. De jongen die kan niet in rennen. Is dat die vakantie van dit al? Ja. Oh. 2-9 met schoot bij. Ik schoot er vaak niet. Die schoot hij weer niet bij die hoge voorzet. Dat is natuurlijk een open kant. Je kan er wel breed kunnen leggen. Of kunnen schieten ze. Ja, schoot op toe is dat maar 2-5, zie. Maar ja. Like this shit, bitch.